Iedereen zit onophoudelijk op zijn telefoon. Niemand kijkt daar nog van op, letterlijk gewoon. Dan sta ik op het schoolplein, wachtend op mijn nageslacht. Maar geen vader of een moeder die mij goed of naar me lacht. Volledig in hypnose, starend op een gsm. Ze scrollen en ze swipen en verwijderen hun spam. Ze versturen een berichtje. Of ontvangen er net één. En ik sta in de echte wereld. Helemaal alleen. Ik wil een praatje maken. Ik wil menselijk contact. En waar het over gaan moet, dat weet ik niet exact. Gebabbel over voetbal, desnoods de politiek. Maar ze staren op een beeldscherm met hun niksige mimiek. Het zijn verdomme junkies, haai van digitale crack. Toch lijken zij volstrekt normaal en ik lijk hier de gek. Dus dacht ik laatst, nu is het klaar. En smeed ik een plan. Mijn vrouw, die had ik niks verteld, dus die wist nergens van. Of ik het zou durven, was voor mij de grote vraag. Maar ik overwon mijn gêne en ik deed mijn rits omlaag. Ik haalde hem tevoorschijn, mijn toen nog slappe pik. Maar niemand op het schoolplein riep, gore viezerik! Ik kneedde hem gauw stijf, greep de dichtstbijzijnde vrouw. Een bleek en mollig moedertje, ik neem het niet zo nauw. Ik rukte brusk haar kleren uit, ze schreeuwde, laat me los! Maar niemand daar keek op of om. Miss Piggy was de kloos. Dat mens, dat bleef maar schreeuwen. Ik schrok ook van al dat bloed. Maar niemand reageerde, dus ik dacht, so far so good. Afijn, het escaleerde. Je weet toch hoe dat gaat? Ik ben en blijf een dondersteen die houdt van katten kwaad. Toen ik haar onthoofde. Trouwens best nog een karwei. Keek één vader even op. Maar daar bleef het dan ook bij. Ik dacht mijn hand is veel te groot. Maar het paste juist perfect. En met die losse kop verzorgde ik een buikspreekact. Ik maakte nog een Hitlergroet. Dan ook maar all the way. Maar niemand daar riep een boe of ba of belde 112. Ik nog pissen op dat lijk. Ik had een volle blaas. Ik had ook willen kakken, maar ben een thuispoeper, helaas. Mijn punt was ook wel duidelijk. Wat kan een mens meer doen? Gewoon een praatje maken is een kwestie van fatsoen.